vrijwilligers bijeengeschaapt, werd ik al meteen bruut wakker geschud. De rekening die ik daarna moest betalen voor de drankjes, die overstijgt vele malen die 25 euro. Het is dan ook vrij lastig en in ieder geval niet eenvoudig om een startende stichting om daarvoor wat centen te vergaren. Maar gelukkig, de molen, zoals u ziet, staat er prachtig bij. Dankzij de inspanningen van de eigenaar, die met de subsidie die hij daarvoor krijgt, absoluut niet voldoende middelen in handen heeft. En daarom vele van zijn eigen middelen daaraan toevoegt. Mag ik een warm applaus voor de heer Guus Dodemans. Dames en heren, ik ga met u terug naar 1956. Wat was dat voor een jaar? De Nederlanders werden uit Indonesië gegooid. De toenmalige meneer Suharto, nee, hoe heet hij niet ook weer? Sukarno, juist, jullie letten op. Slip of the tongue. Die had genoeg van ons, dus wij mochten het land verlaten. En tegenwoordig heb je het over asielzoekers, maar wij waren de Komt er niet eens van uit, maar doe maar. Afijn, wij kwamen in Millingen te wonen. En dat is een dorpje iets verderop. En als kleine jongen kwam ik elke dag met de bus langs deze molen. Dat de molen een aantal jaren te koop was, en dat was in 1973, heb ik ook niet geaarzeld om dat ding te kopen. Maar het ging mij om het woonhuis. En ik kreeg er een molen bij cadeau. En dan denk je bij jezelf, wat moet ik met zo'n ding? En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, ik laat hem verkommeren, doe er niks mee. Of ik ga hem als een goed huisvader koesteren. En dat laatste heb ik gedaan. Ik heb nu 37 jaar lang de molen teruggebracht in de originele staat. Want in de loop der jaren had de molen een ijzeren staart gekregen. Aan de zijkant, aan de westkant was hij zwart geteerd. Enfin, men had er alles mee gedaan wat God verboden heeft. Ik kan u nu vertellen dat de molen teruggebracht is in de oude staat. En dat hij, laten we zeggen, de komende 50 jaar... En te lijden heb ik niet, want we gaan nu genieten en luisteren naar de UNA. Applausje voor de UNA.